Yo, welkom bij weer een nieuwe video en vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Richard. En Richard die heeft mij een berichtje gestuurd. En Richard loopt tegen dat zeer herkenbare probleem aan, de overheadspress. Het probleem dat hij staat en hij neemt een hap adem en hij wil pressen en hij komt maar niet verder. Hij loopt vast en die bar die komt voor geen meter boven je voorhoofd uit en het liefst zou Richard die bar pakken en hem door die gym heen smijten. Richard, ik weet niet waar je sport, doe het niet. Het wordt hoogstwaarschijnlijk niet gewaardeerd. Om daar wat meer over te vertellen, heb ik hier een barbel klaargezet om wat voor te doen bij die overhead press. De overhead press die wordt uiteraard nooit op deze manier in een squat rack uitgevoerd. Dat sowieso niet, de andere kant op. Een overhead press die wordt normaal gesproken op deze manier uitgevoerd. Neem een hap adem, je gaat omhoog, je komt omlaag met alle tips die daarbij horen. Het probleem met die overhead press is de spanning op de spieren. En het probleem dat jij nu vastloopt, Richard, is hoogstwaarschijnlijk dat. Je moet op een andere manier een overload creëren. Ik neem aan dat je genoeg eet, dat je genoeg slaapt, dat je al een keer een deload hebt geprobeerd. Dat je bijvoorbeeld al de bar een beetje vanaf je kin hebt laten vallen, zodat je een beetje vals kan spelen, als het ware. Als dat allemaal niet werkt, Richard, dan ga ik je twee dingen meegeven. Dus nummer 1 is de spanning op de spieren. En wat ik daarmee bedoel, is dat wanneer wij in een overhead press positie staan, nu, natuurlijk heb ik de barbel beet. Maar op dit moment zijn mijn spieren niet onder spanning. Als ik vanaf nu omhoog moet gaan, dan is het net alsof we een deadlift doen. Ik moet ineens onder spanning komen en omhoog. En als je dus onderin pauzeert tijdens een overhead press, dan is dat ongeveer hetzelfde als pauzeren tijdens een squat onderin. Je wilt die spieren wil jij op het moment dat je naar beneden squat op spanning brengen en het stretch effect gebruiken om weer omhoog te komen. En je wil ze niet op spanning brengen, dan 2 seconden wachten in je squat, waardoor die spieren ontspannen en dan ineens omhoog komen. Dat is namelijk wat er gebeurt in je lichaam en daarom is die gepauzeerde squat en deze overhead press zo langzaam. Want op het moment dat ik hier sta, ontspannen mijn spieren als het ware. Dus het trucje wat je kan doen om dat stretch reflex wel te gebruiken, is om die eerste rep gewoon te doen. En dan vanaf hier gaan we spanning brengen. Dus ik ga staan, ik breng spanning. En zodra ik onder mijn kin ben, wappakee, kom ik weer omhoog. Hier is mijn rustmoment. Dus ik heb de oefening omgedraaid. Kom ik weer omlaag, spanning. Hoppakee, omhoog. Hier rusten we, niet hier. Dat is 1. Een tweede handige tip is dat wanneer ik in het onderste gedeelte van die overhead press sta. Dus ik sta op dit moment, ik sta in mijn startpositie. Eigenlijk de omgedraaide startpositie, eindpositie, laat het zo noemen. Als ik nu adem wil halen, dan zitten mijn triceps eigenlijk op mijn latissimus. De latissimus, dus op mijn bovenarmspieren zitten op mijn rugspieren. En daardoor kan ik niet een hele grote hap adem halen en mijn longen uitzetten. Dus wat wil ik doen? Ik wil in die bovenste positie gaan staan. Een gigantisch grote hap adem halen. Zodat heel mijn torso als het ware één grote ballon is. En dan kom ik met die triceps kom ik op mijn latissimus op die rugspieren. En die passen eigenlijk niet. En daardoor kan ik hem dus in één keer weer omhoog lanceren. En dat, Richard, gaat jou hopelijk helpen om een plateau te doorbreken. Er zijn heel veel manieren van overhead pressen. En ja, natuurlijk houden we Richard's standaard methode aan. Dus van ja, we pauzeren beneden en we gaan door. Maar moet je door een plateau heen, dan kan je dus deze manier gebruiken om net even dat extraatje te geven. Vond je dit een interessante video? Neem deze kijkje op mijn kanaal. Dan kun je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totalstrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.